Het nieuwe Medisch Spectrum Twente kent een zogeheten healing environment, of in gewoon Nederlands, een genezende omgeving. De patiënt moet zich in het ziekenhuis zoveel mogelijk op zijn gemak voelen. En daardoor kunnen de patiënten ook beter worden geholpen. Iedereen praat dan over licht en ruimte en kleurgebruik en naar het groen kijken. Nou, dat is er allemaal hier. Maar dan is er één ding is nog veel belangrijker. Als je in een ziekenhuis wordt opgenomen, dan ben je eigenlijk de regie over je eigen leven een beetje kwijt. Omdat je ligt op je rug, er wordt een kaartje aan je ding, je krijgt iets aan je pols. En wacht u maar tot de dokter of de verpleegster komt. En hier kun je in die privékamers kun je dat beste zien. Kun je zorgen dat je de gordijnen dicht kan doen. Je kan het raampje open of dicht doen. Je kan je bed een beetje verschuiven. Dus je kan wel of niet praten met de overburen. Als je zit te wachten, dan zie je in de hal waar de andere mensen zijn. Dus je bent niet in een kamer waar je je helemaal niet thuis voelt. Je blijft een beetje op je eigen terrein. Zoveel mogelijk. Kan natuurlijk nooit helemaal. En als je dat goed doet, dan heb je een soort optimum van healing environment. Daar hoort een tweede techniek bij. Dat heet evidence-based design. Dat die combinatie is van belang. En evidence-based design komt uit de gezondheidszorg zelf. Dus stel dat je altijd 15 paracetamolletjes geeft en de neuroloog is altijd tevreden, dan weet je die 15 helpen. Nou, je kunt ook meten dat als mensen een fatsoenlijk uitzicht of op groen uitkijken of iets wat prettig is, dan zijn de mensen meer tevreden, meer open voor een behandeling. Dus er is een evidence-based kant aan healing environment. Maar het is een vak. Dat wordt nog enorm ontwikkeld. Er zijn ruimtepsychologen mee bezig, heel veel architecten die zich mee bezighouden. En ziekenhuizen waren technische gebouwen, hele grote technische gebouwen. En ze worden nu steeds meer gebouwen waar we hopen dat het gewoon prettig vertoeven is. En dat je dan ook nog open staat van kom maar spuiten, kom maar snijden, kom maar opereren. Dat is dan erbij.